Goedemiddag allemaal. Ik heb hier het kaartje gemaakt, of een mapje, met de springblossem. Ik zal het even laten zien. Ik heb dit eromheen gemaakt, zodat het een beetje goed dicht blijft zitten. En het is een dingetje wat je er zo overheen schuift. Zo haal ik hem eruit. Ik doe hem open. En ik heb hier een klein kaartje ingemaakt. Superleuk en eenvoudig om te maken. Ik had hier nog wat kunnen plakken, maar ik was eigenlijk een beetje te voorbarig en ik wilde jullie zo snel mogelijk wat laten zien. Deze kant heb ik ook niet bewerkt. Zou je natuurlijk altijd nog een klein stukje op kunnen plakken. Hier heb ik deze moeilijke tijd. Is het goed om te weten dat er mensen zijn die om je geven. Die tekst vind ik ook altijd zo mooi. En ik heb hier een weer de bloem gestempeld. Nou, in het kaartje kun je natuurlijk nog wat leuks schrijven. En dit is de voorkant en de achterkant. Hier heb ik alles gekleurd en hier heb ik eigenlijk alleen maar de bloemen met bruin gestempeld en een grijs achtergrondje gemaakt. Dus je kunt ermee doen wat je wil en dan doe ik er een bennetje omheen. Trouwens ook erg leuk om cadeau te geven met wat geld erin of een cadeaubon erin. Dit zijn nog twee kleine kaartjes die ik erbij heb gemaakt. Dan wil ik allereerst wat zeggen over het kleurgebruik. Ik heb hier gewerkt in de kleur bruin. Dat is de Brieze kleur. Die is momenteel niet op voorraad, maar het is een prachtige kleur. En misschien hebben jullie wel bruin thuis. Dit is het verschil. Dit is weer met zwart gewerkt. En je ziet eigenlijk dat dat weer wat harder is dan wat ik hiermee heb gewerkt. Dus het is eigenlijk net een andere kleurencombinatie. Dus ik vind eigenlijk de bruin hier heel erg mooi bij staan, want het is net wat zachter qua tint. Hoe gaan we werken? Oh, jullie hebben inmiddels al hartstikke veel geleerd, dus dat gaat helemaal goed komen. Het is zo simpel en eenvoudig dat iedereen dit kan. En dat ik soms wel denk, nee, moet ik het echt uitleggen? Dan durf ik het bijna niet te vertellen. Mijn bruine inkt. Ik heb hier de stempel. Ik heb hier de zomaar stempel. Deze stempel heb ik een mountain. Ik beïnkt mijn stempel zo, zodat ik zie wat ik doe. En ja, je zet eigenlijk maar ergens je stempel neer. Het maakt helemaal niet uit of je hem linksom of rechtsom neerzet. Alles wat je doet is goed en het wordt altijd, wordt het iets. Ik let er wel op dat ik het bloemetje in beeld heb, omdat ik het leuk vind dat het bloemetje kun je een beetje inkleuren. Dus dan laat ik dat wel terugkomen. Ik zal allereerst even dat kaartje wat ik hier heb gemaakt eruit halen. En dat is deze. Die heb ik eigenlijk, ik heb het wel verkeerd gedaan, heb ik hem afgedekt. Dus ik ga eerst maar eventjes de buitenkant maken zoals ik hem hier heb. Dit is eigenlijk de basis. Dan heb ik hier de navuller van grijze inkt. Dat is van de kleine inktpetjes die ik heb. Ik heb een waterperceel waar geen water in zit. En het enige wat ik doe is mijn... Hier is de pure inkt. Hier is het inkt een beetje vermengen met water. En je hebt ontzettend weinig nodig. Want ik zie altijd mensen die zoveel inkt gebruiken. Nou, jullie hebben volgens mij allemaal voor jaren inkt in de kast. Want je hebt echt maar heel weinig nodig. Wat ga je doen? Je gaat met je waterpenseel of met je gewone penseel draaien. Je gaat een beetje rondjes draaien. En je begint gewoon heel licht. Kijk, het gaat hartstikke snel. En dan kun je er beter straks wat bij doen. Maar als je heel donker begint, kun je niet meer terug. En ik vind het licht ook altijd wel heel mooi. Kijk. Als je namelijk geen rondjes gaat draaien met je penseel, dan krijg je allemaal strepen in je werk. En wat ik heel vaak in een workshop ook zie, dat mensen in één heel driftig, heel hard allemaal strepen gaan trekken, maar dat is helemaal niet nodig. Want kijk, als je gewoon wat rondjes draait, hier zie je alweer dat de kleur iets donkerder is. En als je dit allemaal te licht vindt, dan neem je gewoon wat meer inkt. En dan ga je er gewoon heel rustig zo overheen. En zo krijg je ook een... Kijk, hier maak ik hem weer wat donkerder als ik het mooi vind. En zo laat ik alles verlopen. En dan kan ik hier straks weer wat inkt erbij nemen. Dan kan ik dit weer een beetje donkerder gaan maken. En zo wordt het straks een heel egaal geheel. Nou, dit is eigenlijk de basis van alles. Dan zal ik hier even een klein strookje pakken. En
die basis hebben we dus gehad. Deze basis heb je eigenlijk ook al meteen gehad. Is het alleen een kwestie van hier nog even de bloemetjes inkleuren. En dan heb ik hier een beetje roze inkt. Zorg ook dat je, kijk, dit is al heel veel. Dus ik kan de helft alweer weg doen. En je kan eigenlijk zo, hoppakee, zo weer klaar. En je hoeft niet, wat ik ook wel eens zie, de bloem. Ik vind het allemaal heel dapper dat mensen zo, die gaan helemaal exact die hele bloem helemaal zo inkleuren. Kijk, en dan is de bloem helemaal vol. Maar dan is die ook zo pompeus, want er zit hier helemaal geen leven in. En zorg eens dat je, of tenminste kijken of dat mogelijk is, dat je bijvoorbeeld heel licht gaat werken en steeds een stapje donkerder. Ik heb hier nog wat aquarelverf, dat pak ik erbij. En dan, kijk, heel klein beetje in de randen ga ik hem wat donkerder maken. En zo kun je helemaal je bloem opwerken. Ik had hier nog een beetje rood, vond ik ook wel grappig. En gaan we gewoon weer laten verlopen. En dan leg ik hem altijd even weg. Laat ik het net drogen. Nou, dat vind ik wel niet zo heel mooi. Dat vind ik eigenlijk een beetje veel. Dan ga ik straks hem hier nog wat accenten geven. En je kunt ook straks met je grijs, dat is ook nog wel grappig. Kijk, kun je hem ook nog wat dieper maken. Dan neem je wat puurder. Echt maar een heel klein beetje. Niet te dik. Kijk. Oh, dan wordt hij zelfs een beetje paars van. Die kleuren lopen weer door. Grappig. Zo kun je eigenlijk heel erg spelen met je kleur. Zo wordt hij elke keer weer wat anders. Het kaartje. Wat ik hier heb gedaan. Heb ik eigenlijk een strook genomen en ik heb het niet zo goed afgesneden, maar ik zal even laten zien. Waarom heb ik daar een kaartje gebruikt? Want ik eigenlijk zo heb dubbel gevouwen en een strookje weer er heb opgeplakt. Omdat dit strookje ga ik met heel veel water werken. En als het toch iets gaat kromtrekken, heb ik gewoon bedacht dat je het ook best wel nog wit op wit kan plakken. Omdat dit toch al een kleurtje heeft. En eigenlijk vind ik nog wel, heeft dat nog wel iets. Ik neem je post-it plaatje neem je weer. Die plak je weer af tot zover. Je neemt je bloemenstempel, je inkt en je zet even een paar bloemetjes neer. En probeer nou eens niet te denken en gewoon wat neer te zetten. Maakt eigenlijk helemaal niet uit, want het kan nooit mislukken. Kijk, dan neem je weer je penseel. Ik zal hem wel even schoonmaken, want dan heb ik natuurlijk weer rood eraan. Een beetje ellende met het rood. Hier ga ik weer mijn grijs mengen. Kijk, en dan zie je, dit kun je echt met 5 minuten kun je dit maken. Kijk, hier is je stukje al klaar. Even je bloemetjes kleuren. Dit plak je op de kaart. Hier zet je een tekstje op. Klaar is Kees. Nou heb ik deze stempel er nog bij gebruikt, want die vond ik ook heel erg mooi. Dat is die wonderen stempel. Hoe heb ik dat nou gedaan? Die heb ik eenmaal afgedrukt, nog een keer afgedrukt en uitgeknipt. Dat stukje heb ik hier liggen. Dan heb ik ergens nog een schuurspons, dat is deze. En mijn bruine inkt. Nou ga ik even de randjes ga ik sponsen. Zet je je sponsje zo op je werk. Dan heb je hele fijne randjes. Keer je meer, kijk, dan zie je ook, dan wordt het veel grover. Dus wil je wat fijner werken, dan hou je hem zo. Wil je wat grover werken, dan draai je je schuursponsje wat. En ik vind altijd dat fijnere veel mooier. Nou, hier heb ik dat rondje helemaal nog eens uitgeknipt. En die plak ik dan op de kaart. En je kunt er een beetje foamtape onder doen. Maar ik vond dat niet zo leuk. Ik vond dat hij dan wat te hoog kwam. Dus ik heb hem eigenlijk gewoon zo. Heb ik hem op mijn kaart gebracht. Moet je kijken. Dit is toch ook wel prachtig. Ik kan naar deze kant. Kan ik hem ook nog wel door laten lopen. En straks zie je. Dus ik denk dat ik hem zelf hier ook nog ga opplakken. En als hij nou net iets te groot is. Dat is helemaal niet erg. Dan
zorg je gewoon dat je hier nog een stukje afknipt. Want dat maakt het uit. Niemand weet ooit hoe die stempel is geweest. En zo maak je gewoon je heel je mapje af. Dus eigenlijk heel simpel eenvoudig. Heb je nog wat over, maak je nog een aantal andere kaartjes ermee. Je kunt in verschillende kleuren werken. Hier heb ik rood bij gebruikt. Een beetje oranje kun je misschien nog doen. Is ook wel leuk. Wil ik ook nog uitproberen. Hier heb ik weer wat meer grijs gebruikt. Hier liep mijn groen wat uit. Nou, een klein tekstje eraan. Deze tekst snij je even een reepje van en het is klaar. En je kunt ook nog spelen, want dat vond ik ook hier wel heel erg grappig. Grijs met een kleurtje erin. Hier doe je bijvoorbeeld grijs zonder kleurtje. En dan kan het best zijn dat ik dit ook nog wel grappig vind aan de andere kant. Maar dan zou ik hem iets rustiger maken. Dat ik dit eraf snij. En dat ik bijvoorbeeld, heb ik drie verschillende soorten op de kaart. Dus ik denk dat ik hem zo nog maak. Alleen zou ik deze strook ook iets smaller maken. Of iets rustiger door deze bloem hier iets meer naar de zijkant te stempelen. Dus ik geloof dat jullie weer heel veel ideeën hebben. En ik wens jullie heel veel plezier bij het maken van deze kaarten.